Ja, goedemiddag. Gelukkig nieuwjaar. Beste wensen. Ik zie nog niet veel blonde leffes, maar dat komt wel. Ik dacht jullie aan het werk te zetten. Hebben jullie zin in een mini-experiment? Neem jullie telefoon maar. Als het werkt, surf maar even naar menti.com. Ik ben gewoon benieuwd wie er allemaal gelooft in de vrije wil. Heeft iedereen kunnen stemmen? Ongeveer, denk ik, hè? Ja, ze blijven toch binnenkomen, al 44 stemmen. Oké. Ik denk dat het antwoord wel duidelijk is. Die 11% die mag nu al gaan drinken. En voor de overige 16% en 73%, ja, daar is nog werk aan. Het overgrote merendeel gelooft dus wel degelijk in de vrijheid van wil. En troost jullie, jullie zijn daar niet de enige in. Uit een aantal recente enquêtes blijkt dat inderdaad de grote meerderheid, hier onder andere bij Scientific American, maar ook onder de filosofen, een enquête bij Phil Papers, je merkt steeds weer, de meerderheid gelooft in de vrije wil. Ja? We hebben het gevoel dat wij ons leven in handen hebben, bewust vormgeven. Ja, wij zijn de denkers van onze gedachten, de auteurs van onze handelingen. Ja, kortom, wij zijn vrij. Ja? En daardoor zijn wij ook in controle. Nu, ik hoop jullie deze middag van het tegendeel te overtuigen. En hou jullie gsm dus maar bij, want we gaan straks nog eens stemmen. Want ik ben wel benieuwd om te kijken of de meningen toch zullen veranderen na een drie kleine kwartiertjes. Waarom wil ik jullie van het tegendeel overtuigen? Wel omdat volgens de moderne wetenschap de vrije wil een illusie is. Inderdaad, volgens de moderne wetenschap zijn wij eigenlijk niets anders dan vleesgeworden robots. Ja, niets meer, maar ook niets minder. Kijk, in het theaterstuk dat wij het leven noemen, zijn wij dus de poppen en de wetten van de fysica, de poppenspeler die de touwtjes van ons leven letterlijk in handen heeft. Ja. Kortom, we hebben net zoveel vrije wil als die stoel hier of dat tafeltje hier, wat wil zeggen, helemaal geen. Ja, de vrije wil is een illusie, zegt de wetenschap. En in zekere zin zijn wij dus slechts getuigen van ons eigen leven. Ja, maar zie ik hier al 73% kijken. Je kan toch moeilijk ontkennen dat wij ons allemaal vrij voelen. Nu, dat doe ik ook niet. Sterker nog, ik ben ervan overtuigd dat we niet anders kunnen dan te geloven in de vrije wil, omdat we geen vrije wil hebben. Laat ik dat even illustreren aan de hand van een klein experiment. Wat je hier ziet is een perfect statische figuur. Maar als het werkt, dan zou je de figuur moeten zien golven. Zien jullie de figuur golven? Ja, dat lukt. Hier is een ander voorbeeld. Jullie zien duidelijk een vierkant en een driehoek. Nu, ook dit is natuurlijk een optische illusie. In werkelijkheid heb ik hier gewoon een aantal van die vreemde cirkelvormige figuren getekend. Ja? Nu, in beide gevallen weten we natuurlijk dat het hier gaat om gezichtsbedrog. Ja? Maar we kunnen het toch niet verhelpen om die figuur te zien golven. En evenmin kunnen we het verhelpen om hier duidelijk een vierkant en een driehoek te zien. Ja, je moet maar eens proberen dat vierkant en die driehoek niet te zien. Het is niet zo gemakkelijk. Wel, exact hetzelfde is van toepassing op de vrije wil. Ja? Ook bij de vrije wil kunnen we het niet verhelpen ons vrij te voelen. Maar als wetenschappers weten we beter en weten we dat het ook hier gaat om een illusie. Kijk, de poëet en essayist Samuel Johnson die schreef het nog het mooist. Hij zei, alle theorie, en daarmee bedoelde hij alle wetenschap, is tegen de vrijheid van de wil. Maar uiteraard is alle ervaring ervoor. Ja, we bevinden ons met andere woorden in een gelijkaardige situatie als Kermit de Kikker hier, die wel denkt te beschikken over de vrije wil, maar het uiteraard niet heeft. Moraal van het verhaal, we moeten opletten met zomaar te geloven in onze zintuigelijke ervaringen. En dus het is niet omdat we het gevoel hebben vrij te zijn, dat we daarom ook daadwerkelijk zijn. Op dit moment voelen jullie ook rustig op een stoel zitten, maar we suizen wel aan 108.000 km per uur door het heelal. Nu, om u
van mijn standpunt te overtuigen, leek het mij ook wel leuk om even te kijken naar de mening van Albert Einstein wat betreft de vrije wil. Hij heeft daar niet veel over gezegd of geschreven, maar in 1932 schreef Einstein zijn credo, heel kort, en daarin staat het volgende geschreven. Ik citeer, ik geloof niet in de vrije wil. Hij heeft een aantal jaren later dat credo trouwens opgenomen. In die tijd was dat nog op zo'n shellac-plaat, ja, met, ik denk, letterlijk 2 minuten aan beide kanten. Er zijn nog maar een paar exemplaren van die plaat, maar luister even heel aandachtig. Ik glaube niet aan die vrijheid des Willens. Hebben jullie het gehoord? Ik ga het nog eens spelen. Hè? Ik glaube niet aan die vrijheid des Willens. In het Duits, ik glaube nicht an die Freiheit des Willens. Ja? Einstein zegt, ik geloof niet in de vrije wil. Voilà, dankjewel. Nee, goed. Einstein gelooft niet in de vrije wil. De moderne wetenschap, zogezegd, gelooft niet in de vrije wil. Maar waarom? Ja? Wat zijn de argumenten tegen de vrije wil? Wel, wat wil ik vandaag doen? Ik wil heel kort 3 verschillende argumenten vanuit de moderne wetenschap aanhalen tegen de vrije wil. Wat zijn die? Dat is het argument van het klassieke determinisme, die van het quantum indeterminisme en tot slot die van het relativistisch fatalisme. Ja? En dus in elk van die 3 gevallen ga ik kort toelichten wat ik bedoel met determinisme, indeterminisme, fatalisme. En dan zal ik laten zien waarom dat in spanning is met de vrijheid van wil. Nu, voor we beginnen, misschien toch heel kort proberen het begrip vrije wil zelf wat preciezer te omschrijven. Ja, wat versta ik nu onder de vrije wil? Wel, wat zie je hier? Je ziet hier een meneer en die krijgt een paar keuzemogelijkheden voorgeschoteld. Nu, die meneer is pas vrij als die over het vermogen beschikt om een heel bewuste keuze te maken. Ja, ik geef een voorbeeld. Een paar dagen geleden was ik nog in Leuven, in Café Noir, mijn stamcafé. En ik krijg daar een heel menu voorgeschoteld aan mogelijke koffies. Nu, ik heb toen heel bewust gekozen voor een cappuccino en niet voor een espresso. Ja, dat maakt mij vrij. Meer nog, om vrij te zijn moet je ook het vermogen hebben om anders gehandeld te kunnen hebben. Wat bedoel ik daarmee? Wel, stel je even voor dat je de klok kon terugdraaien en dat ik kon terugkeren naar dat bewuste keuzemoment in Café Noir. Dan had ik in plaats van een cappuccino een espresso moeten kunnen bestellen. Nu, het is belangrijk dat we daarbij terugkeren naar exact dezelfde toestand van het hele universum. Ja? Ik wil dat letterlijk elk atoom in het universum zich op dezelfde positie bevindt als die eerste keer. Ook mijn hele hersentoestand bevindt zich in exact dezelfde toestand. En toch kan ik, in plaats van een cappuccino, een espresso bestellen. Ja? Nu, dat staat in de filosofie gekend als het principe van alternatieve mogelijkheden. Ja? Je hebt dus pas vrije wil, zegt de filosoof, als je onder exact dezelfde omstandigheden anders had kunnen handelen. Dat maakt je vrij. Goed, nu waarom wordt die vrije wil in vraag gesteld door de moderne wetenschap? Om te beginnen door het determinisme. Wat is het determinisme? Het determinisme is een wetenschappelijk-filosofische doctrine over hoe het universum in elkaar zit. Ja? En ik zou jullie hier een heel formele definitie kunnen geven, maar ik ga proberen het begrip op informele wijze te introduceren. Ja? Dus stel je even voor dat de hele kosmische evolutie een soort van film was die je naar je hand kan zetten. Ja? Je kan dus die kosmische geschiedenis stopzetten door op de pauzeknop te duwen. Je kan terugspoelen naar het verleden. Je kan vooruitspoelen naar de toekomst. Je kan zelf helemaal terugspoelen naar het begin van die film, ja, de begin der tijden, de Big Bang. Wij bevinden ons dus ergens midden in die film. Dus stel je even voor, je zet die kosmische geschiedenis stop. Je spoelt volledig terug tot aan de Big Bang. En dan doe je terug play en je laat de film volledig terug afspelen. Tot op exact dit punt in de tijd. Ja? Dan stelt zich de volgende vraag. Ga jij opnieuw aanwezig zijn hier op de Sterrenwacht in Hoven, luisterende naar een pleidooi voor de vrije wil als vrolijke illusie? Met dezelfde kleren, zittende naast dezelfde buur, met dezelfde gedachten die nu door je hoofd stromen, met de helezelfde voorgeschiedenis, dezelfde dromen voor de toekomst enzovoort. Als jullie denken van wel, dan zijn jullie determinist. Als jullie denken van niet,
dan zijn jullie hoogstwaarschijnlijk indeterminist. Ja? Maar dus merk op dat volgens het determinisme, hoe vaak je die kosmische film ook terug afspeelt, hoe vaak je het heelal ook terug volledig laat evolueren tot dit punt in de tijd, telkens weer kom je op exact hetzelfde punt terug. Ja? De evolutie van het heelal is met andere woorden uniek. En je zou dus eigenlijk de evolutie van het heelal kunnen voorstellen als een rechtlijnige spoorweg. Ja? Je merkt hier ook, mochten we nu twee werelden beschouwen die volledig identiek zijn aan elkaar, dan gaan die ook op volledig identieke wijze evolueren. Die evolueren parallel en die blijven dus ook identiek. Zowel richting de toekomst als richting het verleden. Ja? Dat is het determinisme. Wat is dan het indeterminisme? Wel, als het universum indeterministisch in elkaar zit, dan zou het kunnen dat je vertrekt van twee werelden die perfect identiek zijn aan elkaar, maar die na verloop van tijd toch uit elkaar groeien. Je krijgt dus te maken met een spoorweg met wissels. Ja? Het is met andere woorden onbepaald, het is indeterministisch, het is niet volledig zeker hoe ons universum zal evolueren. Het kan in verschillende manieren, in verschillende richtingen evolueren. Dat is het indeterminisme. Ja? Maar nogmaals, een deterministische kosmos is er dus één, is eigenlijk een spoorwegnet zonder wissels. Een uniek verloop, één unieke geschiedenis van het hele universum. Goed, nu, tot nu toe heb ik jullie nog niet verteld waarom ons universum deterministisch in elkaar zit. Ja? Ik heb jullie gewoon maar gedefinieerd wat ik bedoel met determinisme, maar het mechanisme waarmee we eigenlijk komen tot zo'n deterministisch wereldbeeld, dat heb ik niet meegegeven. Ja? Typisch, wanneer je met wetenschappers gaat praten of met filosofen, hebben ze een bepaalde vorm van determinisme in gedachten. Die noemen we nomologisch determinisme. Dat is determinisme omwille van de natuurwetten. Ja? Het idee is immers dat er natuurwetten zijn. De wetenschap ontdekt die natuurwetten. Dat kunnen bijvoorbeeld de wetten van Newton zijn of de wetten van de kwantummechanica. En die wetten die bepalen hoe het universum evolueert. Die determineren hoe het universum evolueert. Ja? Dus ik geef een voorbeeld. Reeds ten tijde van de wetenschappelijke revolutie met de klassieke mechanica, kreeg je het volgende beeld. Wat is de toestand van het universum op dit ogenblik? Wel, heel eenvoudig. Het universum bestaat uit ontelbaar veel deeltjes. Voor elk van die deeltjes kan je natuurlijk gaan zeggen waar dat deeltje zich bevindt. Dat doe je door drie coördinaten, een x, y en een z-coördinaat. Je kan de massa toekennen aan dat deeltje en je kan ook zeggen aan welke snelheid dat deeltje beweegt en in welke richting. Dat doe je met die drie impulsmomenten hier. Ja? Px, py, pz. Dus met zes coördinaten geef jij de toestand van zo één deeltje. Doe dat nu voor de n deeltjes in het universum, dan heb je dus met een set van zes n coördinaten voldoende om de hele toestand van het universum te beschrijven. Nu, die deeltjes die bewegen uiteraard, dus die veranderen van positie, die veranderen ook van snelheid en van richting. Dat maakt dat een ogenblik later de toestand van het universum beschreven wordt door een andere set aan zes n coördinaten. Hoe komen we nu van die ene toestand tot die andere toestand? Wel, zegt Newton en de wetenschap toen, dat gebeurt door de natuurwetten. Ja? Wat zijn die natuurwetten? In dit geval is dat de tweede wet van de klassieke mechanica. Die laat zien dat het is doordat er krachten inwerken op die deeltjes, dat die deeltjes ook van positie gaan veranderen, van snelheid gaan veranderen en dergelijke meer. Wat zijn die krachten? Wel, dat kan bijvoorbeeld de gravitatiekracht zijn, de aantrekking tussen de deeltjes enzovoort. En als je dit maar correct toepast, dan zie je dus dat die natuurwetten bepalen hoe een toestand op tijd t evolueert naar een toestand een ogenblik later. En die evolutie, volgens de wetten van de klassieke mechanica, is deterministisch. Die is uniek. Voor elke toestand is er maar één voorafgaande toestand mogelijk en één daaropvolgende toestand mogelijk. Ja? De evolutie is volledig uniek. Nu, vermits dat idee van het determinisme dus al leeft in de klassieke mechanica, moet het ons ook niet verbazen dat de eerste heldere definitie van het determinisme werd gegeven door niemand minder dan Pierre-Simon de Laplace in 1814. Ja? En hij schrijft dus, we moeten de huidige toestand van het universum, de toestand nu, moeten we beschouwen als het gevolg van zijn voorafgaande toestand en als de oorzaak van de toestand die hierop volgt. En Laplace gaat verder
in zijn tekst. Hij zegt, je moet je eens even een intelligentie voorstellen die in staat zou zijn om alle krachten in het universum te kennen. Bovendien, zegt Laplace, zou die intelligentie alle posities en alle snelheden van alle deeltjes in het universum kennen en beschikt die bovendien over voldoende computationeel vermogen en rekenkracht om dat allemaal aan een ongelooflijk ingewikkelde, complexe, rekenkundige berekening te onderwerpen. Wel, zegt Laplace, dan zou voor een dergelijke intelligentie niets onzeker zijn. Zowel verleden als toekomst zouden voor zijn ogen open liggen. Nu, die intelligentie die staat vandaag gekend als de demon van Laplace. En dus het idee is dat als het universum deterministisch in elkaar zit, zoals de klassieke mechanica het ons vertelt, dan zou een demon van Laplace alles dus met perfecte zekerheid kunnen voorspellen. Goed, daarmee keer ik terug naar de vrije wil. De Newtoniaanse mechanica was zo enorm succesvol dat dat uiteindelijk ook heeft geleid in die tijd tot de zogenaamde mechanisering van het wereldbeeld. Het idee was dus dat het universum een soort van gigantisch grote klok was, een groot horloge, bestaande uit ontelbaar veel kleine, minuscule tandwieltjes en veertjes en radars enzovoort. Ook God kreeg een plaats toebedeeld in dit wereldbeeld, als horlogemaker. Ja? God had het horloge gebouwd en had het vervolgens in beweging gezet. Nu, de werking van dat horloge was uiteraard ongelooflijk complex, maar het horloge verliep wel op perfect deterministische wijze, volgens de wetten van de klassieke mechanica. Maar merk op dat als dat waar is, zoals Karl Popper zei, als het determinisme waar is, dan is de hele wereld inderdaad een perfect lopende, feilloze klok. Inclusief alle wolken, alle organismen, alle dieren, maar ook alle mensen. Inderdaad. René Descartes die paste dat mechanische wereldbeeld toe op de dieren. En die was er dus van overtuigd dat honden bijvoorbeeld gewoon gevoelloze machines zijn die helemaal geen pijn kunnen ervaren. Ja? Dus als je een hond een schop zou geven en die hond kajiet, dan was dat volgens Descartes een louter mechanisch verschijnsel. Ja? Te vergelijken met het piepen van een deur die niet voldoende geolied is. Ja? De mens was natuurlijk anders, zei Descartes, want de mens die heeft een ziel. Maar niet iedereen was het met Descartes eens, zelfs niet in die tijd. Immers, ook wij als mens maken deel uit van dit universum, maken deel uit van dit mechanische wereldbeeld. En in dat opzicht zijn ook wij niets anders dan kleine tandwielen in het grotere geheel. En je merkt dus reeds in 1770 dat bijvoorbeeld Baron d'Holbach in zijn Systeem de la Natuur het volgende schreef. Is niet de natuur zelf een enorme machine waarvan de menselijke soort slechts een zeer zwakke veer is? Karl Popper, de bekende wetenschapsfilosoof, die noemde dat de nachtmerrie van het determinisme. Immers, in een deterministische wereld is er geen ruimte voor de vrije wil. Elke menselijke handeling, elke menselijke gedachte maakt deel uit van die deterministische oorzaak-gevolgketen. Ja? Dus elke gedachte, elke handeling is het logische, causale, oorzakelijke gevolg van een voorafgaande gebeurtenis. Ja? Of om het in de woorden van Schopenhauer te zeggen, niets in deze wereld is zonder reden. Herinneren jullie nog die rechtlijnige spoorweg? Wel, die is ook van toepassing op jullie leven. Je mag dan wel het gevoel hebben dat het leven een slingerend pad is, waarbij de finale bestemming afhangt van de twee sprongen die je in het leven neemt. In werkelijkheid, zegt de klassieke mechanica, is jouw leven een rechtlijnige spoorweg zonder wissels. Als het determinisme waar is, dan is er geen ruimte voor de vrije wil en is de vrije wil een vrolijke illusie. Dat was trouwens ook de hoofdreden waarom Einstein zelf niet in de vrije wil geloofde. Ja, Einstein was een determinist en dat schreef hij ook in zijn credo. Goed, tweede argument.
Hier zie je nogmaals onze rechtlijnige spoorweg dat het determinisme voorstelde. Het indeterminisme, zoals ik dus net zei, houdt in dat als twee werelden volledig identiek zijn aan elkaar, als de toestand van die twee werelden identiek is, dan toch kan het gebeuren dat die twee werelden uit elkaar groeien. De evolutie van het universum is met andere woorden niet 100% bepaald, niet 100% deterministisch, maar er zit een element van onbepaaldheid. Ja? Dat maakt dat als je die kosmische film terug zou afspelen, dat je wel eens een heel andere film te zien zou kunnen krijgen. Ja? En hoe vaak dat je dat ook doet, telkens weer zal je zien dat er een andere film wordt afgespeeld. Omdat er dus die tweesprongen zijn, omdat er die wissels zijn in jouw spoorwegnet. Waarom zouden we geloven in het indeterminisme als wetenschappers? Wel, tot voor kort hadden we daar niet veel reden toe. Ja, zoals ik zei, de klassieke mechanica is een deterministische theorie. Het elektromagnetisme van Maxwell, de thermodynamica, de speciale relativiteitstheorie, de algemene relativiteitstheorie, het zijn stuk voor stuk deterministische theorieën. Die natuurwetten binnen die theorieën die werken op deterministische wijze. Maar toen kwam de kwantummechanica. En de kwantummechanica heeft alles wel complexer gemaakt. En de kwantummechanica blijft, tot op de dag van vandaag, de beste kandidaat voor een indeterministische theorie. Ik wil dat toch nog even duiden, want het indeterminisme van de kwantummechanica is een zeer diep, fundamenteel indeterminisme. Ja? Beeld je even voor, je hebt een dobbelsteen en je rolt die, dan zijn er natuurlijk 6 mogelijke uitkomsten, 1, 2, 3, 4, 5 of 6. Wat is de kans dat je een 4 rolt? 1 op 6. Ja, als het een eerlijke dobbelsteen is, tenminste 1 op 6. Nu, merk op, die kans van 1 op 6, dat is een epistemische kans. Ja, die kans die vertelt ons iets over jouw onvolledige kennis. Immers, als jij de demon van Laplace was, ja, dan wist jij veel meer. Dan wist jij met welke kracht die dobbelsteen werd gegooid, van op welke hoogte die van je hand viel, met welke impact dat die op de tafel terechtkwam. Dan kon jij rekening houden met de luchtweerstand enzovoort. Jij zou dat allemaal kunnen onderwerpen aan een ongelooflijk ingewikkelde rekenkundige formule. En dan zou jij met 100% zekerheid kunnen voorspellen dat de uitkomst 4 moet zijn. Dus die kans van 1 op 6 is een epistemische kans. De ontologische kans is 100%, is 1. Nu, doe hetzelfde met een kwantumdobbelsteen. Wat is de kans dat je 4 rolt? Wel, dat blijft 1 op 6. Het interessante nu is dat de kwantummechanica stelt dat die kans geen epistemische kans meer is. Ja? Dat vertelt ons niet iets over onze onwetendheid. Ja? Dat moedigt ons niet aan om beter te berekenen, meer informatie te vergaren. Nee, de kans is een ontologische kans. Het is gewoon onbepaald wat de uitkomst zal zijn. Zelf de natuur, zelfs God, weet nog niet wat de uitkomst zal zijn. Daarvoor moet je het experiment doen. Het beste dat de kwantummechanica kan doen, is jou vertellen wat de mogelijke uitkomsten zijn, met welke kansen dat je die kan krijgen, maar dat is het dan ook. Dus merk op, in de klassieke mechanica, gegeven de volledige toestand van het universum op tijd t, is het deterministisch bepaald wat de uitkomst zal zijn. Maar in de kwantummechanica, ook al zou jij met 100% zekerheid de volledige toestand van het universum kennen, dan nog zou jij niet kunnen voorspellen wat de uitkomst zal zijn. Nu, dat is interessant. Want dat wil dus zeggen dat als je die film terug afspeelt, dat je een heel andere film zou kunnen zien. Ja? Dat wil zeggen dat het universum zich op bijna elk ogenblik voor een tweesprong bevindt. En in die richting zou kunnen gaan, maar ook in die richting. Dat wil zeggen dat ik een cappuccino had kunnen kiezen, maar als ik die film terug afspeel, evengoed een espresso had kunnen kiezen. Ja? Dus je voelt dat de kwantummechanica en het indeterminisme van die kwantummechanica ruimte lijkt te maken voor de vrije wil. Ja? Niet verwonderlijk dan ook, van zodra die kwantummechanica was ontstaan, waren er wetenschappers die het gebruikten als mogelijke redding voor de vrije wil. Ja? Een mooi voorbeeld is Sir Arthur Eddington, de bekende Britse cosmoloog, die schreef wel, dankzij de kwantummechanica is het niet langer nodig te veronderstellen dat menselijke handelingen volledig voorbestemd zijn. En zijn collega Arthur Holly Compton, ja, Nobel-laureaat en Amerikaanse fysicus, die schreef, het is niet langer gerechtvaardigd om de fysische wetten, bijvoorbeeld de wetten van Newton, te gebruiken als bewijs tegen de menselijke vrijheid. Het probleem echter met de kwantummechanica is dat
de kwantummechanica misschien wel twee sprongen geeft, ja, misschien wel wissels geeft in de spoorweg, maar welke wissel uiteindelijk wordt gekozen, hangt af van het pure toeval. En ook dat voelt niet echt aan als vrije wil. Ook Eddington zelf besefte dat later in zijn leven en schreef dus: hoewel de deur van de vrijheid geopend is, is ze niet wijd opengesperd. Ja? Er verschijnt eigenlijk maar een beetje daglicht. Eddington zei: wat we eigenlijk willen is een soort van halfway house. Een huis tussen het determinisme en het indeterminisme. Immers, als het universum deterministisch is, dan liggen al onze menselijke handelingen en gedachten reeds vast van bij de Big Bang. Hè? En hebben we dus geen vrije wil. Maar als het universum indeterministisch is, ja, dan hangen al die menselijke handelingen en gedachten af van het pure toeval. Van het rollen van de dobbelsteen of het opwerpen van een muntje. En ook dat is geen vrije wil. Ja? Dus we hebben iets daartussen nodig. Maar zoals Hume al zei, it is impossible to admit of any medium between chance and absolute necessity. Maar ik ga verder met de relativiteitstheorie. Het laatste argument tegen de vrije wil. En misschien ook wel het minst gekende argument tegen de vrije wil. Ja, er wordt vaak verwezen naar het determinisme, misschien wat minder vaak naar het indeterminisme, maar zeker nog minder naar de relativiteitstheorie van Einstein. Dan heb ik het vooral over zijn speciale relativiteitstheorie. Die theorie heeft natuurlijk ons hele idee, ons hele concept van de tijd op haar hoofd gezet. Intuïtief maken wij een onderscheid tussen het heden, het verleden en de toekomst. Ja? En we beseffen ergens dat we allemaal vastzitten in het heden, ja? in het nu. Sterker nog, het verleden en alle gebeurtenissen uit het verleden, ja, die hebben natuurlijk ooit wel bestaan. Die dino's die hebben hier zoveel miljoenen jaren geleden wel rondgewandeld, maar die bestaan niet langer. Dat is verleden tijd. En de toekomst, met haar superintelligente robots, ja, dat gaat natuurlijk ooit wel bestaan, maar dat bestaat nog niet. Ja, dat is nog toekomstmuziek. Enkel en alleen het heden bestaat. Met andere woorden, de werkelijkheid strekt zich enkel in de drie ruimtelijke dimensies uit. Ja? Dus de werkelijkheid is fundamenteel driedimensionaal. Dat noemen we in de filosofie het presentisme. En het is het presentisme dat Einstein eigenlijk in vraag heeft gesteld op basis van zijn speciale relativiteitstheorie. Want, zei Einstein, we moeten eigenlijk de temporele dimensie op gelijke voet behandelen als de drie ruimtelijke dimensies. De tijdsdimensie is eigenlijk fundamenteel niet zo verschillend. En dus, zegt Einstein, net zoals niemand twijfelt aan het bestaan van de Eiffeltoren, ook al kunnen we die van hieruit natuurlijk niet zien, omdat de Eiffeltoren in Parijs staat en zich dus van ons verwijdert in de ruimte, zo ook, zegt Einstein, zouden we niet mogen twijfelen aan het bestaan van het verleden en de toekomst. Ook al kunnen we die van hieruit natuurlijk niet zien, omdat verleden en toekomst van ons verwijderd zijn, niet in de ruimte, maar in de tijd. Met andere woorden, zegt Einstein, niet alleen het heden bestaat, het verleden bestaat nog steeds. En de toekomst, die bestaat al. De werkelijkheid die strekt zich niet alleen maar uit in die drie ruimtelijke dimensies, maar ook in de vierde tijdsdimensie, de temporele dimensie. De werkelijkheid is fundamenteel vierdimensionaal. Wij leven eigenlijk in een soort van blokuniversum. En dus alle gebeurtenissen uit het verleden zijn niet voor eeuwig verdwenen. Die bevinden zich gewoon in een ander deel van de ruimtetijd. En de toekomst en al wat zij voor ons in petto heeft, maakt ook al deel uit van dat blokuniversum. Dat is er al, dat bestaat al. Wij zijn daar naar op weg, maar dat is er wel. En in die zin stelt dat natuurlijk onze vrije wil serieus in vraag. Want het hele boek is al geschreven, de hele film is daar al. Wij hebben het gevoel als toeschouwers in de cinemazaal dat we kijken naar een dynamische film die evolueert in de tijd. En we kunnen hopen op een mooie afloop. Maar in werkelijkheid weten we dat de hele film zich al bevindt op die rol in de projectorkamer. Wel, zo ook met het universum, zegt Einstein. Merk dus op dat relativistische fatalisme, zoals ze dat noemen, subtiel verschilt van het determinisme van de klassieke mechanica. Ja? Bij de klassieke mechanica was het idee, gegeven de toestand van het universum op tijd t, is het gedetermineerd, het is bepaald, wat de daaropvolgende toestand zal zijn. Dat is niet wat Einstein ons vertelt. Einstein zegt, nee, we leven in een blokuniversum. En hoe je van één frame naar de andere gaat,
Dat kan deterministisch zijn, maar dat kan ook indeterministisch zijn. Je kan je voorstellen dat de toestand op dit tijdstip dat dat niet voldoende is om te bepalen, om te determineren wat de daaropvolgende toestand zal zijn. Bijvoorbeeld door de kwantummechanica. Het zou kunnen dat je niet kan voorspellen dat het resultaat van jouw worp een 4 zal zijn. Maar, zegt Einstein, ook al kan je dat niet voorspellen, bijvoorbeeld omwille van het indeterminisme van de kwantummechanica, dat neemt niet weg dat dat resultaat een ogenblik later, in de toekomst, ook al deel uitmaakt van dit blokuniversum. Dat is er al. Dus dat resultaat zit al vastgeprint op onze film. Dat kan nooit meer een 3 of een 2 of een 6 worden. En in die zin is dat resultaat dus niet gedetermineerd, maar blokgedetermineerd, zei Einstein. Ik concludeer. Waar bevinden we ons nu wat betreft de grote vraag, bestaat de vrije wil ja of nee? Wel, we kunnen een kleine taxonomie opstellen op basis van de antwoorden die we geven op twee vragen. Hebben we vrije wil ja of nee? En is de wereld deterministisch ja of nee? Nou, afhankelijk van jouw antwoord ga je je dus in een van deze vier segmenten bevinden. Het eerste hier bijvoorbeeld, het libertarisme, de libertariër. Dat is iemand die zo overtuigd is van het bestaan van de vrije wil, dat hij eigenlijk niet anders kan dan het determinisme te ontkennen. Want die twee zijn met elkaar in strijd. Ja, een goed voorbeeld is Peter van Inwagen. Hij is waarschijnlijk de grootste advocaat van deze positie hier. De tegengestelde positie is die van het harde determinisme. Ja, dat zijn vaak wetenschappers die zodanig overtuigd zijn van de wetenschap, zo geloven in de wetenschap en dus ook in het determinisme van de wetenschap, dat ze zich daardoor genoodzaakt voelen om de vrije wil af te schrijven als een illusie. Ja, we hebben gezien, Einstein behoorde tot de harde deterministen, maar zo ook Stephen Hawking, Brian Greene, Francis Crick, Richard Dawkins, Sam Harris, Steven Pinker en de filosoof Spinoza. Een vergelijkbare positie is die van het harde incompatibilisme. Hier zegt de harde incompatibilist, misschien is de wereld inderdaad niet deterministisch. Misschien is er een element van onbepaaldheid en indeterminisme, bijvoorbeeld door de kwantummechanica, maar dat neemt niet weg dat de vrije wil toch een illusie is. Want nog in een deterministische wereld, nog in een indeterministische wereld, is er volgens de harde incompatibilist ruimte voor vrijheid. Tot slot heb je de compatibilist. Thomas Hobbes, David Hume, Daniel Dennett, Harry Frankfurt. Ja, en ga zo maar voort. De compatibilist, dat is de filosoof in de zaal. En die zegt, oké. Ik geloof de moderne wetenschap. De moderne wetenschap die schetst een beeld van het universum als zijnde deterministisch. Dan ga ik daarmee akkoord. Maar dat neemt niet weg dat ik toch beschik over vrije wil. Die twee die zijn compatibel met elkaar. Ja? En daar wil ik toch heel kort nog iets over zeggen voor we terug gaan stemmen. Hoe doet de compatibilist dat? Want dit zou toch wel een beetje verbazend moeten zijn na mijn hele pleidooi. Hoe krijg je die twee met elkaar verzoend? Wel, uiteraard gaat de compatibilist de vrije wil moeten herdefiniëren op een dusdanige manier dat het compatibel wordt met het determinisme. Dus voor de compatibilist ben je vrij als je onbelemmerd kan handelen zoals je zelf wil. Met andere woorden, zolang je niet opgesloten zit in een kerker, jullie hebben geluk, dat is niet het geval, dan zijn jullie allemaal vrij. Er zijn natuurlijk situaties, stel je voor, je wordt bestolen, of erger nog, je wordt vermoord of verkracht, ja, dan word jij letterlijk van jouw vrijheid beroofd. Dan kan jij niet zelfstandig meer handelen. In die situaties ben jij niet vrij, maar in alle andere ben je wel vrij, zegt de compatibilist. Het probleem met dat compatibilisme en de vrijheid van de compatibilist, volgens mij en vele anderen, is dat dit een te zwakke vorm is van vrije wil. Dit is niet de libertarische vrije wil die we willen. Immers, zei Schopenhauer al jaren en jaren terug, volgens de compatibilist kan je wel doen wat je wilt, maar je kan nog steeds niet willen wat je wilt. Ja? De compatibilist is blij met het eerste deel en kijkt eigenlijk niet naar het tweede deel. De compatibilist, met andere woorden, die is blij met deze stelling. Een marionet is vrij zolang ze van haar touwtjes houdt. Of om het in de woorden van William James te schrijven, compatibilisme is eigenlijk een moeras van ontkenning. En toch, als je teruggaat naar die enquête van Phil Papers, dan merk je dat 59% van alle filosofen, de grote meerderheid van de filosofen, zijn compatibilist.
Tel daar nog eens 19% libertariër bij. Het merendeel blijft toch wel geloven in de vrije wil. Ja? En dus ik ben ook heel benieuwd of jullie nog steeds geloven in de vrije wil. Dus we gaan nog eens één keer stemmen. Ik heb al 22 stemmen. Goed. Je ziet het hier wel evolueren op het scherm. Hè. Er is duidelijk nog werk aan de winkel. Ik denk dat jullie allemaal mee naar Creta moeten voor een weekje. Want de grote meerderheid die gelooft in de vrije wil, gelooft nog steeds in de vrije wil. Ik heb er twee kunnen overtuigen die ja zeiden, maar nu toch nee zeggen. Ik heb er een paar serieus verward. Dan heb je degene die het eigenlijk niet goed wisten, maar die door mijn pleidooi nu overtuigd zijn dat we wel vrije wil hebben. Dus de verdeling blijft toch redelijk duidelijk. Al denk ik, ja, we zitten nu aan 25%, dat is misschien toch iets meer. Hè? Zijn alle stemmen binnen? Ik heb nog één vraagje. En dan kunnen we misschien wat vragen beantwoorden en iets gaan drinken. Ja? Mag ik de volgende vraag stellen? Gewoon uit interesse, hè? Nu dat jullie de hele taxonomie kennen. Zijn jullie libertariër, een harde determinist zoals Einstein, een harde incompatibilist of een filosofische compatibilist? De libertariërs en de compatibilisten die zijn aan het winnen. Slechts 8% harde incompatibilist. Voilà, goed. Ik laat het hierbij openstaan, maar dank je wel voor jullie aandacht. Pieter, dank u voor de heel interessante voordracht. Ik weet dat het voorbestemd was, als u hier komt spreken, dat u een flesje hemelse wijn aangeboden krijgt van de Rania. Alsjeblieft, geniet ervan. Dank u.